Ja, het tweede deel van GKE3 Historie. Deel 1, teamzuur, oude mannen. Misschien soms wel eens, nou, volgens mij 9 keer, sommige 8 keer, sommige 7 keer naar de E3 zijn geweest. En, hoeveel keer had Skater zijn geweest? Ik denk dat ik de meeste ben geweest. Jij? Ja, want ik ben ook nog 2 keer geweest toen Skater niet was en Boris er ook niet. Op die 2 versies, de 2 edities die... Ja, toen niet door. Boris is er natuurlijk ook veel meer geweest. Ik ben er 9 keer geweest. Jeez. Ja, ik onderhand ook wel zoiets. Jij bent er ook vaak geweest. Nou ja, ja. Dat is ook wat grappiger. Want, nou, misschien niet zoveel, maar 7 kom ik makkelijk aan. Ja, we hebben nu het team Zoet, de jonge garde. Ik had hier ook heel graag Daan bij gehad, maar die zat deze hele week vol met streamklussen. Die werkt ook hard voor zijn geld. En het grappige is wij dat... Niet? Ik zeg ook. Ja. Ook ja. Feitelijk kun je niet, want Daan en Koos die zijn ongeveer om dezelfde tijd naar de E3 gegaan. Maar ik kan jou niet op dezelfde stapel gooien. Nee. Sterker nog, Boris zei dat zowel jij als Dennis eigenlijk de beste tijd hebben meegemaakt. Van de E3. Dat denk ik eigenlijk. Dat denk ik ook wel, ja. Jullie waren het sowieso niet. Nou ja, ik denk eigenlijk dat jullie. Nee, toch we hebben meer. Het ook. We hebben het. Nee, nou, die ja. Het begin was nog gekker, denk ik, dan. Maar wel kleiner. Jij hebt kleiner, echt... maar meer rock'n'roll. Meer rock'n'roll. Ja, dat was wat losser. Ik heb inderdaad, denk ik, de hoogtijdagen meegemaakt. Dus dat, weet je, zelfs parkeerplekken werden volgezet met happenings en boothbabes die met hun tieten je auto gingen wassen. Maar ben jij naar de PlayStation Party geweest? Zeker. Ja, nee, ja. Dan, dat is de hoogtijdagen. En toen kwam Xbox er ook bij. Dat was bij ons toen. Ja, maar nog dat niet. Was toen wel echt een beetje het dan ook wel echt het hoogtepunt. Was die PlayStation Party en wat dan ook. En, maar okay. Daarvoor, en dat heb ik natuurlijk niet echt meegemaakt, was het wel wat losser. Er waren er ook parties, maar dan ging je, weet ik veel, naar de stripclub en wat dan ook met de producers. Ja. En nu was het inderdaad een stadion afgehuurd. En dan is het natuurlijk maar net de vraag, wat is er leuker of charmanter of wat dan ook? Kleinschalig en rock'n'roll of helemaal plat geproduceerd en netjes, maar wel in een stadion waar ik naast Tobey Maguire en Paris Hilton aan de bar stond. Ik denk dat jij het probleem was dat... dat zei Boris toen ook al van de eerste keer. We hebben toen ook vorige keer die beelden laten zien. Van de allereerste keer dat die gasten erheen gingen, waren het jonge honden. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Reizen voor je werk en dan gewoon toffe dingen doen. En alles uitproberen. Ze waren ook nooit in Amerika geweest in die zin. En in de supermarkt waar het leuk. Toen jij instapte, hadden die gasten, ja. De Stevens, de Skates, die hadden het al 5 of 6 keer gedaan. Dus het was voor jou was het nieuw, maar voor de anderen, oké, maar dat hebben we allemaal gedaan. De stripclubs hebben we ook al 5 keer gedaan, weet je, op die manier. Ik heb de Goli, de machine is een heel groot woord voor iets dat door GameKings voor belangrijk gemaakt is, maar het was in principe wel al. Inderdaad, het waren al veteranen, ze hadden al 4, 5 tours op zitten, dus. Was dat vervelend? Dat jij zoiets had van, maar nee. Wacht, maar ik wil het eigenlijk ook een keer doen. Of voor mij is dit nog wel nieuw. Ik werd wel mee, want uiteindelijk, en dat doen we natuurlijk op elke trip bijna als we gaan. We zoeken altijd dingen op die we leuk vinden. Die we zelf leuk vinden om te doen. En dat gebeurde natuurlijk toen ook. Ten eerste zaten we nog in de Cockroach Inn, in de Saharan. Dus daar weet je... Dat die heb je ook meegemaakt. Ja, één keer heb ik inderdaad in de Saharan gezeten. Dus daarna in een gelijkend motel een paar keer. Dus dat, weet je, de gare hotelkamers, maar wel met een zwembad. En we gingen altijd natuurlijk ook om voor content, maar ook omdat we zelf natuurlijk dingen hadden die we wilden doen. Of ze eigenlijk, want ik was natuurlijk echt ik ging heen als eerste keer als stagiair. Ja, Dat is denk ik nooit een stagiair gelukt. Nog een keer. Nee, dat weet ik niet. Daarna, nou ja, wel Daan. Daan is denk ik ook wel, die was niet een vaste dienst. Maar die was geen stagiair, die was toen naar E3 hoor. Die is niet naar E3 gegaan als stagiair. Als stagiair niet? Nee. Ah, oké. Okay. Er was een uitzonderlijk goede stagiair dan waarschijnlijk. Of je bent in de war met de Call of Duty ding voor Lucas. Ja, dat kan, maar daarom. Het gebeurt vaker dat er mensen hebben. Maar inderdaad, zo ook voor de Tokyo Game Show. Er was natuurlijk ook niemand zo gek om te gaan editen. Want iedereen wilde gewoon partyen. Want wie, even kijken, de volgorde is... Rogier heeft het gedaan, een tijd lang. Editen 's nachts, tot diep in de nacht. Nou, ik denk één... Of 2 keer. 2 keer. Ja. En toen is het in mij gekapt. Melle heeft hij het een keer gedaan? Nee. Volgens mij zijn ik en Martin het toen samen gaan doen. Ja. Dus toen hebben we het ook omdat Rogier zich diabetes had geëdit of iets dergelijks. Net iets te lang doorgewerkt. Ja, precies. dus dat was niet oké. Toen zijn Martin en ik het gaan doen. Maar toen op een gegeven moment ging Martin ook... toen kregen we ook de website. Hè? Dus toen... moest daar zoveel gebeuren dat zowel Dennis als Martin op een gegeven moment een beetje
alle twee gingen, ja, hoe noem je dat? Gingen erboven hingen. En vooral zich focust op tv, want dat was nog steeds het paradepaardje. Ja. En dat ze zeiden van Jelle, je doet mee met de dagcrew qua filmen, maar je moet dan 's avonds de webitems gaan editen. Want, ja. Wat Rogier deed, weet ik niet eens of dat voor web was of al voor tv nog steeds toen. Want ik kan me voorstellen, volgens mij heeft Rogier vooral alleen maar aan tv gewerkt. Dus dat het dan eerder, dat hij ging werken daar om het eerder op tv te krijgen in Nederland. Oeh, moet ik even goed over na, want ik was erbij. Overigens gaan we gewoon beelden zien van jullie tijdens deze stream die niet een direct raakvlak hebben, maar gewoon even lekker om ook die sfeer weer op te halen. Maar ik ben daar geweest, ook bij dat hij helemaal over de ding ging. Elke avond ging hij uploaden. Want dat was het grote probleem, weet ik nog, in die fucking ding. Dat internet was, geloof ik... Het is nog steeds een tweede wereldland. Hè? Dus 0,03 steeds... MB up en nog minder down. Ja. Dus dat, en ik heb, we hebben met ook de Asia Roadtrip hebben we op in een bus met ons 4G via een laptop hebben we shit zitten uploaden. En dat ging... infinitely beter, sneller dan nog steeds, denk ik, in LA. Maar ik heb inderdaad ook de eerste paar jaar dat ik langs ging, dan had je een hele dag werk erop. Gewoon gaan filmen en dus lopen en wat dan ook. Dan ging je daarna een dag, zeker een uur of zes, ging je monteren. En dan moest ik nog naar de lobby lopen om daar naast de clerk, soort van met 150 kb per seconde, wat echt gewoon super slow is, iets van een paar honderd MB up te laden. En dan zat je daar nog een half uur terwijl je echt wilde slapen en de zon was al opgekomen en je hoorde al Dennis, weet je, die was alweer wakker, want die had lekker liggen tukken 6 uur lang. Hoorde je al wakker worden dat je denkt van nou, ik kan in ieder geval zo meteen nog anderhalf uur slapen en dan mislukte je upload. En ja, want die heb ik ook, want ik weet dat Rogier had een kamer met Steven en dat was de editkamer, dus Rogier die zat gewoon 's avonds te editen. Ik had twee bedden en dan zat er zo'n tafeltje voor. En dan had hij een schemerlampje erop. Want Steven kon niet echt lekker slapen als het licht helemaal in de hele kamer aan was. Nou goed, dat lukte allemaal. En dan moest het uploaden. En toen de eerste nacht is Rogier die dacht van nou, oké, dat duurt 2 uur. Ik ga liggen. Ja. En toen is hij even gaan slapen. Gevaarlijk, man. En toen werd hij wakker om een uur. Had een wekkertje gezet van nou, 2 uur. Over 2 uur werd hij wakker. En toen was het dus afgebroken. Dat gebeurde om de 10 minuten af en toe wel eens. Maar toen moest hij dus wakker blijven. En dat kon niet met die schemerlicht. Dus toen moest het licht aan. Toen kon Steven niet meer slapen. Toen moest Steven bij iemand anders in de kamer. Nee, toen is volgens mij Mel of ze is met kamers geweest met iemand die het wel kon. Ja. Dat was totale... Maar dat was toen ook. Hè. Dat waren de begintijddagen van internet dan natuurlijk niet. Maar van videoproductie over het internet. Dus dat kijk, nu is dat nu YouTube heeft dat supersnelle service allemaal gestroomlijnd. Er was toen nog helemaal geen YouTube. Hoe lang duurde het? Want de laatste jaren toen zijn vooral jij met Koos en Daan zijn geweest. Hoe lang was Daan dan bezig met uploaden? Want dat waren ook fameuze filmpjes en streams. Dan was hij ook tot 4 uur, 5 uur bezig. En ja, maar Daan is daar denk ik misschien of een ander werktemper, maar ook nog wat perfectionistischer in. Kijk, nu produceren we echt tv-aflevering waardige dingen. Is het naartoe gegroeid wat we daar doen? Daar deed ik, het was nog wat rougher, want het was nog niet ontwikkeld, dat format, wat we daar konden doen. En in die tijd, dus het waren ook soms wel eens 4 losse itempjes met maar 2 previews, weet je, dat soort dingen. Dus, maar de upload daarvan was heel lang. En nu denk ik dat weet ik veel, als het 20 minuten, dan is dat wel een ding, maar dan moet het ook weer omzetten. Wat ik misschien een half uurtje, maar dus wanneer het item af is. Nou, we hebben wel wat stressmomenten gehad hoor. Toen zeiden we ook altijd van het staat zo laat online. En dan hadden we ook echt heel scherp uitgerekend, maar dat haalden we natuurlijk nooit. En dan heen en weer appen tussen Nederland en Amerika. Van hoe gaat het? Wie zet het online? En niet per se omdat het uploaden, dat duurt nog steeds lang in vergelijking met andere plekken in de wereld. Het is het domino effect, want we hebben altijd heel veel dingen die we gewoon die dag moeten doen. En het is altijd, je draait meerdere producties tegelijkertijd, weet je. Je hebt natuurlijk sowieso de items voor de website, maar je bent ook nog steeds social content continu aan het schieten. En dan moet ook iedereen bij zijn. Livestreams maak je op dat moment. Soms vroeger ook nog tv inderdaad, dus er lopen altijd heel veel verschillende dingen door elkaar. Ja. Maar, en een premium dagboek item heb je dan soms ook nog doorheen lopen. Ja, maar tijd van David deden we allebei een beetje. Maar wat was dan zwaarder? Want in het begin... Nee, maar wat ik wilde zeggen is dat wat er altijd het probleem was elke keer, van we hebben niet genoeg footage geschoten, we moeten nog dit en dit en dit doen. Ja, maar ik moest al 5 uur naar huis zijn om te beginnen met editen. Dat 5 uur wordt 7 uur. Dat is alweer een 2 uur delay.
Dan heb je ook nog Daan die perfectionistisch is. Ja. Waar, wat ook weer een aantal soms uren... komen wij s'avonds terug met footage van... hey man, dit moet erin. Ja. En dan ja. moet hij dan om 2 uur 's nachts nog eventjes dat gaan doen. Maar hoe bedoel je, wat er... Ik denk dat het was even zwaar, want we zijn altijd even weinig aan het slapen. Alleen, ja, ik moet jullie, wel heel eerlijk zeggen, wel. Wachten op balkjes die vollopen en dat toch afgebroken worden. Of een inferieure techniek. Soul crushing. Ik vond dat moeilijker. En dat is het grappige. Iedereen heeft er wel iets aan overgehouden. Dani was natuurlijk de laatste keer dat hij ook dat gestreamd had. Zei hij van, ja, ik begon te hallucineren. Ik zag dat een kat lopen over het desk die er clearly niet was. Rogier heeft zich diabetes geëdit. Ja. Ik heb serieus wel eens in die dagen dat ik gewoon geen momentje slaap of vrij zag in de aankomende week. Ja. Dat ik dacht van, ik kan ook naar de bouwmarkt om een touw te halen. Ik zweer het je dat en niet volledig letterlijk serieus, maar ik heb, mijn gedachten zijn wel eens die kant op gegaan. Ja, ja, ja. Van, nee. Ik kan er ook gewoon uitstappen en dan hoef ik deze helse week niet door te slaan. Maar voor als presentator, ik heb natuurlijk nooit geëdit. Peanuts. Nee, sterker nog, zelfs dan is het zwaar. Omdat je weinig slaapt en veel drinkt en gewoon in een heavy tempo. Maar je mag content. Niks zeggen. Zeg nee. Maar, er is altijd iemand binnen het productie waarvan je weet precies. Dat hij echt... Weet je, ja, het is zwaar, maar je bent niet aan het sufferen. Iemand anders is aan het sufferen. Ja, dus, ja precies. Dus je moet je bek houden. Ik heb altijd wel... Zeg, het lag aan jezelf. Ik bedoel, als jij zo leuk vond om tot 3 uur 's nachts dronken naar een precies. feest te gaan, ja, dan had je waarschijnlijk een kater 's ochtends. Maar, je kon ook wat eerder naar bed gaan om 12 uur of nee, 1 uur. Nee, dat kan niet. Want in de oude dagen wel. Oké, okay, nee, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb ook heel lang met Jan op een apart hotel gehuurd. Toen schreven we weliswaar 's avonds, maar toen was ik regelmatig om 11 uur, 12 uur. Dan waren er geen feesten en wij gingen niet mee naar de stripclub. Maar dat is het. Ja. Dat is heel anders dan de mensen die moeten edden. Voor ons, ik vind... Dat moet, want je wil een bepaalde vibe creëren, wat zich ook door de dag heen zich heen moet wringen. En vervolgens, daardoor heb je minder slaap, maar je haalt daar meer energie trenches. Uit. De trenches, je staat samen met elkaar op het slagveld bij dag en nacht. Ja. Waardoor je ook natuurlijk inderdaad wel een samenhorigheidsgevoel krijgt, waardoor je dat ook makkelijk een week kan en volhouden. En ik weet ook nog dat het probleem wat je op een gegeven moment ook had, was degene die suffert, die mocht ook zeker in de tv-tijden niet mee naar de feesten. Ik weet Rogier die kon niet mee. Ik weet ook daarvoor. Op een gegeven moment is dat wel aangepast, ook met jou en met Daan met name. Nee, Daan is ook niet mee geweest naar feesten. Ja, maar het ligt eraan hoe snel je werkt. Ik ben een snelle editor, dus ik. Nee, okay. En het ligt ook een beetje aan waar en hoe laat je natuurlijk terugkomt en wat precies je. Maar hoe meer je natuurlijk gaat mieren neuken, hoe meer. Natuurlijk, nee, maar het is wel sneu. Want dan bedoel je, het zijn je kan jezelf, je kan het voor elkaar krijgen. Je kan zeggen, ik ga nu om 6 uur weg, bijvoorbeeld. Hè, je doet dat niet zo snel. Maar je kan ook zeggen, sorry, ik pak nu de dingen en alles wat jullie nog schieten, de komen die zometeen maar brengen. Maar ik ga nu editen tot 12 uur. Daarna ga ik 2 uurtjes even ik heb dat gedaan. Bij ons is het andersom. Bij ons is het andersom. bij ons is het Daan die zegt, jongens, ik wil nog even dit schieten, ik wil nog even dit schieten. En zeg ik serieus, je moet editen, dude. Ja, ik wou zeggen, jij zegt dan altijd, dude, je zou om 5 uur thuis zijn om te editen. Je moet het helemaal zelf weten, maar besef dat je je eigen graf had gegraven. Ja. Maar ik laat ik zo zeggen, ik kan me nog goed herinneren, maar dat was ook in de oude periode, hoor, dat ik beelden heb gezien, ook van Daan, die dat appte, dat jullie thuis waren gekomen op een feest waarbij jij in de deurpost lag ergens. En Koos, die was soort naakt in zijn bed gekropen. En dat Daan daar compleet nuchter moest gaan zitten editen, weet je. En dat was in de oude tijd ook. Sommige gasten komen niet bij. En dan komt iedereen om 2 uur echt katje lam en bij de hand doen en vervelend doen. Dennis maakt bijvoorbeeld altijd een stuk pizza mee van de Rainbow Bar. Ja, dat weet ik nog heel goed. Nu is hij weer met een stuk pizza. Maar hier, dat was het ding. Ik lag daar omdat ik nog niet kon gaan slapen. Omdat ik altijd, en omdat wij komen altijd laat terug. Wanneer hij klaar is met editen en is uploaden, dan moet ik de teksten bijschrijven. Want vroeger deed ik al die dingen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar wij hebben nu gezegd inderdaad, soort van, Daan maakt het, ik check het, ik geef het door aan Koos en Koos zet het online. Ja, ik wil zeggen, en ik schrijf dan de tekst, maar ik moet het dan ook nog in de post verwerken, de video, bewijs van. Kijk, en ik kan pas als dat af is.
Want het kan gewoon als letterlijk niet. Als je zo katje lam bent dat je soort van katatonisch ergens in een hoekje ligt, dan kan je ook geen tekst schrijven. Dat is elke fucking avond gelukt. Ja. Of nachten. Nee, maar dat is ook. Op een gegeven moment leer je ook heel goed wat je kan dronken. En dat klinkt heel stom. Maar en ik weet, maar ik heb de helft van die items heb ik vrij lam heb ik gemaakt. Ja. Omdat het was anders niet uit te houden. Ik moest mezelf gewoon verdrinken in alcohol om het überhaupt soort van ergens nog draaglijk. Want anders was het touder geweest. Die avond waar jij het over hebt, met dat hij de deurpost lag en ik op het bed van Daan, dat weet ik nog. Ik heb daar, letterlijk toen Daan wakker was, toen wat klaar was, toen maakte hij mij wakker. Toen heb ik nog aan die bartafel gezeten met mijn iPadje zo. Ja. Zulke kleine oogjes, helemaal naar de tyfus en die shit zitten maken. En Ik heb ooit mezelf maar op één foutje kunnen betrappen tijdens zo'n E3-item, dat er gewoon even in zo'n compilatie eventjes 2 seconden zwart was. Want dan was ik daar één beeldje vergeten. Ja. Voor de rest heb ik nooit gekke dingen gedaan. Het zijn altijd goede producties geweest. Nou, ook dat moest groeien. Hè? Als je natuurlijk, ik vond toen, wat we toen deden, omdat toen hadden we tv heel erg, toen gingen we web erbij doen, daarnaast doen. Nou, als je nu naar items van 2007 of 2009 of wat dan ook gaat kijken, als je dat vergelijkt met wat het nu is, wereld van verschil. Mm-hmm. Het kortere items, gebeurde veel minder in, veel minder sikke edit. Dus dat heeft zich wel heel erg ontwikkeld. Elk jaar ging er een schepje bovenop, ging de kwaliteit wat omhoog. Totdat misschien het zelfs op een gegeven moment echte tv was van 30 minuten. En op een gegeven moment werd het 50 minuten. En dan was het wel weer wat langgerekter, maar weer meer naar de content zoals we dat kenden. Dus het is heel erg geëvolueerd wel. Ja, nee, maar ik bedoel, ik kan me de eerste jaren nog daarom ging ik ook altijd apart. Want ik vond altijd, de E3 was altijd 3 dagen. En Boris en Ruben en Skate en Dennis. Nee, dat was daarvoor nog. En Dre hadden heel erg de neiging, na 1 dag E3 had het wel gezien. En dan gingen ze leuke dingen doen. Terwijl ik had zoiets van, ja, ik word betaald om daar te werken. Dus ik wilde altijd alles doen. En dat gegeven, het werd ook steeds elk jaar serieuzer. Ja. Elk jaar, tuurlijk, de feesten bleven. Iedereen bleef gewoon zijn fun hebben. Maar er stond dus een paal boven water en er moet een goede productie worden gedraaid. Ja. En dat is gewoon echt gegroeid. En die eerste jaren, het was echt een fucking chaos. Ook mensen kon je niet vinden. Nee, maar als je dat natuurlijk ook terugkijkt. En Rogier heeft eigenlijk als een van de eerste op een gegeven moment gezegd van, ik ga scripts maken en tijdschema's, want dat deden we gewoon allemaal. Nee, maar als je nu terugkijkt naar wat, ik heb toevallig vandaag iets opgezocht voor een premium vision en dan zag ik ook veel oude content. Als je kijkt naar de eerdere E3 jaren, dan waren dat bijvoorbeeld 3 afleveringen. Ja. Maar dan was dat niet de hele aflevering van een uur. Nee, het waren segmentjes. Ja, gingen ze weer even terug naar LA, waar ze waren geweest voor een previewtje. Dus als je terugkijkt inderdaad, voor de minuten content die er met een hele grote groep ook nog eens uit werden gehaald. Nou, ik denk dat het misschien om 30 minuten content ging. Het zou ook wel kunnen dat voor een hele week met 7 gasten. Zouden we ook daar niet 30 minuutjes. Ja. Als je nu gaat optellen wat we daar met z'n drieën doen aan uren content, zijn we daar misschien wel 14 uur met z'n drieën. Volgens mij hebben we daar heel veel ook op een DVD gezet. Ja, zeker. Maar die kwamen altijd later. En hoe lang waren die items op de DVD? Een uur. Nee, dat bestond nog niet eens, joh, dat soort content. Maar kijk, het ding wat het echt bemoeilijkte was het feit, we hadden natuurlijk die dagboek-items, die waren 20 tot 45 minuten. Dat ligt er maar net aan wat je die dag hebt gedaan natuurlijk. Ik heb ook wel eens 3 dagboek-items van 10 minuten gemaakt op 1 dag, hoor. Gewoon omdat ik dacht van, ja, maar dit past, dit vind ik leuker, dit werkt goed. Nee, zeker. Maar wat het echt bemoeilijkte voor ons is, ten eerste, die livestreams. Die hebben het wel echt heel veel lastiger gemaakt. En niet omdat het niet cool is. Het is super vet en uniek dat we tegenwoordig gewoon jullie mee kunnen nemen, de kijker, moet ik zeggen, naar wat we aan het doen zijn. En er is niks vetters dan uren die livestreamcamera aan hebben. En maar vooral, ik denk de eerste, dan kan je niks anders schieten. Nee, ik wou net zeggen, de 2017 toen we ook naar New York gingen, dan zie je ook best wel in heel veel dingetjes in het dagboek. Dan zie je, terwijl we iets opnemen voor het dagboek-item, zie je letterlijk in de achtergrond, zie je ons ook livestreamen. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk. Want alles wat je eigenlijk normaliter in het dagboek-item al zou zetten, ben je al aan het doen in de livestream. Ja, wel. Je geeft het een beetje weg al voor de helft. En dan, dat is alleen maar de nou ja, nu zie je dan de andere kant van de 2 andere presentatoren, weet je, dat soort dingen. Maar soms cannibaliseert het. En dat is het andere, is dat we zijn met steeds minder mensen naar de E3 aan het gaan. En we komen daar terug met steeds meer content. En dat is het ding. De camera staat bewijzen van echt 9 uur als we de deur uitgaan. Soms wel 7 uur. Nee, eerder. Gewoon, de camera staat al aan zodra we wakker worden. Ja, wakker worden. Want we staan in de keuken. Staan we smelk te drinken. Ja. En we staan te maken, eten en dan vertellen wat we gaan doen die dag. Nee, ik denk dat er op sommige dagen wordt er echt wel gewoon 20 uur aan content in ieder geval wordt meegenomen in. Zijn we altijd, weet je, zijn we bezig met. Ik denk binnen Nederland, bedoel, ik kan niet Amerika zien, maar ik ken
kent onze hoeveelheid aan content geen gelijke. En ik merk ook nu de E3 de laatste jaren ook steeds meer naar influencers geëikt werd, dat die ook niet de content maakt in de hoeveelheden. Nee, die doen ook TV-items, streams. Nee, die doen de streams. That's it. Ze doen of een stream of ergens een keer één E3-item in hun content. Ja, maar het is een stream waarbij ze rondlopen. Wij waren bezig met gasten uitnodigen. We waren bij zo'n locatie daar. Dan hadden we ook vaak nog een stream weer op de beurs zelf. En we maakten het onszelf ook niet makkelijk. Maar dat was ook wel de uitdaging. Alleen had ik wel altijd wel het idee achteraf van, we hebben weer veel te veel hooi op die vork gegooid. Altijd, maar we kwamen er wel altijd mee terug en mee weg. Dus dat is het. Weet je? We hebben elk jaar inderdaad te veel hooi op de vork voor wat we kunnen eigenlijk. Ja. Maar we doen het wel. Maar ik moet wel zeggen, toen na de 8e of 9e keer dat het voor mij klaar was. En dat eigenlijk had niks te maken met die beurs, maar alles met de vermoeidheid. Nou, het klinkt raar dat ik niet eens hoefde te editen, maar ik werd altijd ziek na de E3. Dan kwam ik thuis en dan gaat die adrenaline weg. Ja, je krijgt wel een klap, ja. Ik heb mijn eerste paniekaanval gehad. Ik weet niet welke E3 dat meer was, maar Lucas was erbij, Ruben was erbij, Siebren was er volgens mij. Dus ja, dat kunnen we zo opzoeken welk jaar het was. Maar op een gegeven moment toen, dat was de laatste beursdag. Het enige wat ik nog hoefde te doen was nog één keer die video maken. En ik had zoiets van, ja, dat is ace, dat lukt me toch wel, want dat doe ik altijd. En toen dipte mijn adrenaline of omhoog of naar beneden of wat dan ook. Full on panic attack in de auto. Ik reed ook nog. Ik zeg, jongens, ik zet hem aan de kant, want ik denk dat ik overlijden aan het ben. Ja. En toen zei Lucas, die had er wel ervaring mee. Hij zegt, ik denk dat je een panic attack hebt. Dus laten we even rustig aan doen de komende 20 minuten. Maar dat is dus die adrenaline die zo hoog gaat dat je lichaam in fight and flight. Dat was het mechanisme. En dan blijf je aan. Nou, dat was de toen realiseerde mijn hoofd of mijn lichaam zich dat die fight or flight niet meer nodig was. Ja. En toen zat ik met die overbodige. Toen zat ik niet meer in de fight or flight, maar ik zat wel nog met al die adrenaline en oxygen in mijn lichaam. Wie was hij ook alweer, joh? Van Brandelli. Ja, van onze sales guy bij MTV. Oh ja, precies. Die was een groen huisje inderdaad, met David inderdaad nog. Dit was mijn eerste E3. Ja. Als je nou al die edities die jullie hebben meegemaakt, viel het mee of viel het tegen op basis van wat je had gezien van ons? Van de oude garde. Dus de E3's, want ik weet van Koos, die keek ook altijd Game Kings. Jij bent er ook mee opgegroeid. Dus je hebt een beeld voor je. Je gaat daarheen en je denkt, nee, voor mij is dat vol aan ingewillig. Want Boris zei inderdaad van, ik heb ook de hoogtijdagen. Ander soort hoogtijdagen, maar inderdaad, als er vrouwen met vrij grote tieten je auto staan te wassen met hun boobs. En daarna, weet je, de avond daarna sta je met Paris Hilton en Spider-Man aan de bar. Ja, dan heb je wel zoiets van, dit is inderdaad, dit doet er niet aan onder wat ik heb gezien. Nee, okay, op rankings. Voor mij, overduidelijk dat ik de hoogtijdagen heb gemist. Overduidelijk, weet je wel. Alleen al de verhalen die ik natuurlijk allemaal heb gehoord, weet je wel, en de camera die op camera zijn ook gebeurd, van dat soort camera zijn gebeurd. Wij hebben ook dat soort dingen, want ik kan ook dingen vertellen hier die het daglicht niet kunnen. Nee, maar het ding is meer wat ik wilde zeggen van, ik heb die hoogtijddagen gemist dan. Dude, jij bent in de hills beland op een feestje. Maar ja, zonder ons. Maar dan zoek je hem zelf op. Maar ik bedoel, je moet het zelf vinden. Maar dat is Game Kings altijd. Dat was scherende inslag, zeg maar. Denk ik daarvoor. Maar laat ik het zo zeggen, ondanks dat ik de hoogtijdagen heb gemist, heeft het me nooit tegengevallen. Nee, nooit. Nee, dat. Ja. Het was altijd fucking dat awesome. Dat is het. Ja, precies. Je ziet hele gekke dingen gebeuren. En uiteindelijk gebeuren er altijd wel van dat soort gekke dingen nog steeds. Alleen, is het ook de, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, de Gamescom heeft qua oppervlakte is bijna net zo groot. Qua stands, groter, denk ik. Oppervlakte is misschien. Ik denk dat het makkelijk, misschien wel twee keer zo groot is. Exact. De stands, het is niet kleiner in ieder geval. Is niet kleiner. En toch denk ik dat Köln of Los Angeles, het maakt een wereld van verschil. Want weet je wat een wereld van verschil maakt? Ja. De persconferenties. Er wordt gewoon heel, heel weinig super vets aangekondigd op de Gamescom. Nee, maar ik denk ook dat het de magie van Los Angeles is. Tuurlijk. En niet de magie van Köln. Köln blijft, het is een hartstikke leuke stad hoor, maar Keulen, weet je, nou, het is bij de buren. Ja, maar het is bij de buren. Je doet het met de auto, weet je wel. Twee uur geleden lag je nog in Arnhem in je bed en nu ben je, en nu zit je echt, je zit een week met elkaar. Ja, maar dat is maar precies dat. LA is gewoon, en je kan er echt heel veel dingen van vinden. En dat vind ik ook. Weet je, soms vind ik het heel tof. Soms heb ik iets van, het is eigenlijk een domme kutstad. Als een beetje zwervers en dit en dat. Rare problemen. Tweede Wereldoorlog. Alles duur.
duur. Alles duur. Maar alsnog inderdaad, L.A. is daar natuurlijk, weet je, dus ze zijn daar de filmstudio begonnen omdat je daar mooi licht hebt. Dat is letterlijk waarom ze daar in Hollywood beland zijn, omdat je daar een bepaald licht letterlijk hebt door de bergen en door de zee en wat dan ook. Nou, het heeft iets daar. En het heeft een rock'n'roll verleden, dus die stad ademt inderdaad iets. Mm-hmm. En dat is waarom Hollywood er zit. En nog steeds. Natuurlijk migreert nu een beetje naar de andere, maar het heeft inderdaad iets. Het heeft een bepaalde grandeur of iets sexies. Dus ja, tuurlijk. En als ik dit ook zie, hè, hoe vaak ik daar gestaan heb, ik weet ook bijna, kan me exact weer voelen hoe ik me meestal daar voelde. Warm gewoon, ook, jongen. Heel warm en heel moe en gewoon kut eigenlijk. En dan 's ochtends ging het nog wel redelijk, maar dan na zo'n dag ook met lawaai de hele tijd, jongen, dan was ik helemaal gaan. Ik vind wat ik ook tof altijd vond aan de LA, en ik weet ook een van die dingen was altijd, er was altijd een bar, en volgens mij was dat, die zat op Hollywood Boulevard, die was heel hoog en daar kwam je eigenlijk nooit in. Alleen de celebrities kwamen daarin. En dat het onze quest was om jarenlang daarin te komen. Uiteindelijk gaf Xbox Nederland daar een feestje. Oh, en wij er naartoe. Ik weet welke dat is, ja. En toen dacht ik ook van, nou oké, okay, is dit nou alles? Dat is heel vaak zo. Maar dat is ergens natuurlijk overal in de wereld zo. Het lijkt dan tof, omdat er foto's van celebrities of camera's of dit of dat. Kijk, dit is je eerste keer denk ik de beursvloer op. Superkut. Ja. Ja, nee. Nou ja, het is een vet moment. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dus je eerste keer, laat zien hoe enthousiast je bent. Ja. Ja, nee, je moet het eigenlijk. Ik was heel enthousiast. Beetje wittig allemaal nog. Ja, nee, maar ja, altijd begin van de zomer. Ik moet zeggen, voor als buitenstaander, zo voelde dan als we eerste keer meegaan, E3, dat blijft gewoon magisch. En ik ben nu 3 keer geweest in zijn totaliteit. Het blijft gewoon magisch. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik mis het echt het meest van de afgelopen 2 jaar. De E3's, gewoon. Ja, snap ik. Ja. En het stomme is, dit is ergens gewoon een beursgebouw. En dat is niet anders dan de Keulen Messen. Of de Makuhari Messen. Maar alsnog, ze hebben allemaal hun eigen sfeer. En de echte scoops, hè, waren hier. Die waren niet in Gamescom. Nee, en precies, op de een of andere manier, kijk, dit is natuurlijk wel, in principe is het de laatste paar jaar een beetje een publieksbeurs. Maar het was altijd een media / pers en vooral ook retailbeurs. Links omhoog zat je het perscentrum. Ja, ga door. Ja, een retailbeurs. Keulen is altijd een publieksbeurs geweest. Ja. Ook dat heeft een andere vibe. Dus alleen daarom al zijn natuurlijk de scoops in LA, omdat het een pers- en retail ding is. En daardoor is ook gelijk de sfeer anders. Ja, toch wel wat serieuzer nog in LA. Denk jij dat de oude garde het de E3 anders beleefd heeft dan jullie? En ik zal het een klein beetje uitleggen. Hmm. In de eerste jaren dat ik ging, was een gamer in Nederland afhankelijk van wat ik vertelde. In jullie tijd kwamen op begin, hè, TV, soort van kwamen in de situatie dat ik het in Nederland, bij wijze van spreken, beter zag dan Koos. Ja. En dat gevoel van, ik was in het epicentrum van gaming en ik zag dingen die de andere mensen pas over een maand zagen. Wow, ja. Oh fuck, ik zat vol met enthousiasme om te vertellen. Terwijl, de wereld is veranderd, media is veranderd. Hadden jullie dat ook of nog steeds wel gewoon? Ja, kijk, heel erg. Nieuws, inderdaad, dat is gewoon veel sneller al. Je kan alles live volgen. Stel, ik wil je appen met wat er net wordt getoond, dan heb je het ook al gezien op Twitter. Ja. Weet je wel? Dus dat is misschien een beetje achterhaald dan wat dat betreft. Maar de unieke ervaring zit hem dan bijvoorbeeld wel in de behind closed doors presentaties. Of dat je iets mag spelen. Ja. Maar dat gebeurt ook steeds minder. Hè? Ik weet nog wel een famous morgen dat zowel jij, ik als Daan gelukkig op onze eigen inderdaad toilet zaten te scheiden. En soort van omdat we de Korean fried chicken hadden gegeten en alles pijn deed intern. En toen moesten wij inderdaad voor The Last of Us 2 presentatie. Want er moesten ze kozen, zou Koos zijn. Super logisch ook. Super tof. En we gingen daarheen en ik en Daan zaten van au, eigenlijk wil een soort van op de wc zitten. En jij zat er waarschijnlijk ook in die presentatiekamer zo. En hij komt eruit. Met een bijna boze blik. Ik zeg van, ja, zie je, hij heeft last van zijn darmen, want dat hebben we allemaal. Hij zegt, nee, ik heb net precies dezelfde presentatie gezien. Het was een hele uitgebreide presentatie. Ik denk dat het zeker een half uur was, als het niet langer was. 20 minuten. En gewoon van, je hebt behind closed doors. En heb je echt ons best voor moeten doen om er überhaupt bij te komen. Ja. Ja. En dan hebben we eindelijk gefixt, wat gewoon een half uur is echt
pleur is veel als je een hele dag moet schieten al daar. Ja, maar je weet natuurlijk hoe dat komt. Hè? Het komt natuurlijk door het feit dat wij volgen alles. Wij volgen al die persconferenties. We hebben dat al gezien. Niet iedereen die naar die booth binnenloopt heeft die persconferentie gezien. Maar dat is, weet ik veel, Herbert van GameStop Minnesota. Die gaat daarheen en die zegt van, oh my god, what is this? The last of us two, can you tell me about it? Ja. En dan gaat hij daar naar binnen en dan heeft hij zoiets van, oh, geef me er maar 500 voor mijn winkel. Maar de industrie is ook wel steeds minder risico gaan nemen, want in de eerste jaren kon je alpha spelen, games die het gewoon niet deden en op een gegeven moment werd het steeds minder en minder. En je merkt ook van dat je daar gewoon werd voorgelogen, want dat was dus die gameplay presentatie. De marketing, ook van, alles is anders. Dit wordt live gespeeld nu. Ja. En er gebeurde exact één op één dezelfde dingen met een flesje gooien, dat soort dingen. Toen had ik echt dat is zo'n verspilling van mijn tijd. Ja, maar dat is dus, je vraag was natuurlijk soort van, maak je dat daarmee? Ja, op dat soort momenten maak je dat heel erg mee. En ergens kan je daardoor ook wel weer een beetje gaan cherrypicken. Maar we zijn ook wel eens, het wordt daar wat minder urgent van. Maar vroeger wilde je alles meepakken. En nu heb je zoiets van, we hebben over een half uur dit. Dit is wat we nu aan het doen zijn, is tof. De kans is aanwezig dat we straks hetzelfde te zien krijgen als in de persconferentie. Dus we gaan daar niet heen. Nee, oké. Ik denk ook dat in die 20 jaar dat de E3 is geweest, en daar hebben we volgens mij iets van 16 wel meegemaakt met elkaar, of het nou voor de Pure was of later voor GameKings. Die industrie is enorm gegroeid. In het begin was het een soort van grote niche, waarbij ons kent ons. Dus het was echt hardcore media. Mensen die ook echt alleen maar bezig waren met games. Het is groter geworden. Daardoor zijn de belangen groter geworden. Waardoor op een gegeven moment de PR-medewerkers de baas werden. Waardoor op een gegeven moment niks meer kon, niks meer mocht. Dat kon niet meer, dat werd niet meer gedaan. Inderdaad, we hebben dronken developers gezien. Op een gegeven moment zag je dat ook niet meer. Want die gingen hun eigen feestje doen in het hotel. Nog, ja, de devs die zitten er bijna niet meer. Het zijn wat tech-medewerkers. En voor de rest staat het vol met PR-mensen. Ja, en dat is dan wel veranderd. Waardoor de shader misschien ook een klein beetje... Maar besef, dat is niet hoe de beurs is veranderd. Dat is hoe de games-industrie is veranderd. Want de games-industrie wordt echt geroeld door mensen van marketing, PR en sales. Maar ook met een invloed vanuit hoe media, het medialandschap is geëvalueerd. Van inderdaad, vroeger waren er tv-programma's en kranten. Is dit nou het filmpje trouwens dat ik super enthousiast ben dat ik naar die behind closed doors van The Last of Us 2 ga? Zou kunnen. Maar, kijk maar hoe blij ik hier van tevoren was. Ja, waarschijnlijk heb je het er nu over. Toen kwam ik er binnen en was het dezelfde presentatie. Lekker op de blote kakjes. Heb je het idee, dat was natuurlijk ook altijd, hè, van wij gaan daar naartoe. Je bekijkt een game, je speelt een game en vervolgens ga je er een gloedvolle preview over houden. Heb je het idee dat je games echt leert kennen op D3? Ja hoor. Ja? Jazeker. Als in natuurlijk niet volledigheid. Ik denk dat wij juist als zijnde ons werk, zijn we daar... We hebben het in Premium Vision van deze maand, of van volgende maand zit het. Ja. Hebben we Yui, we waren naar Movie Park Germany en er was een stukje Santa Monica Pier nagemaakt. Dat je een soort van attractie had. Oh, dit was Spider-Man. En toen hebben we Yui de opdracht gegeven, kijk een trailer en doe aan de hand van de trailer 2 minuten een preview. Ja. En wanneer jij lekker kan lullen, games leuk vindt, weet waar je een beetje op moet letten, leer je een game echt wel kennen in een half uurtje of in 5 minuten. En kan je er iets over... Want onze previews waren ook af en toe maar 2 minuten. Ik denk of wel... 150 woorden of wat dan ook. Je kan altijd ergens iets... Nee, dat snap ik, dat je erover kan vertellen. Ik denk wel dat jullie meer genept zijn dan de begindagen. Als je kijkt, zeker. De dingen zijn zo gemanipuleerd omdat die belangen zo hoog zijn. Ik bedoel, Cyberpunk is een van de belangrijkste. Die game is dus, toen hij er stond, niet game of the show geweest, omdat hij niet speelbaar was. En we weten allemaal wat er gebeurd is. Jullie waren mega hyped maar, over maar ook, iets waar we zijn voor gelogen. Waar dus werd gezegd, kijk, we zijn hem aan het spelen. Ja. Dit is echt nu live aan het draaien. Hij liet zelfs de controle zien. Oké, we waren overtuigd. En dan komen we nu jaren later achter dat het helemaal niet veel was. Nee, maar sterker nog, ik zag op de Gamescom praktisch dezelfde dingen. Dus dat hadden ze nog een keer gerehearsed en opgenomen. En, ja. Ja, maar daarom. En dat is dat. Ik vind het helemaal niet erg dat sommige dingen een beetje tactisch worden bedacht. Want weet je, als stel, we zouden een event organiseren van iets. We proberen ze altijd in te dekken dat er zo min mogelijk fout kan gaan. Dus dat je iets, maar liegen is iets anders. Liegen is iets anders, precies dat. En er wordt steeds meer gelogen. En dat is bloedirritant. Nee, dat snap ik. Het voelt gewoon een beetje respectloos aan ook, weet je. Ik bedoel, wij offeren onze tijd en ook geld natuurlijk op om daar naartoe te gaan, om daar verslag van te doen voor onze kijkers. Ja. En eigenlijk sta je heel glashard te liegen. Nou ja, dat is het wel. Ik bedoel, doordat de industrie groter was, is
Oké, met televisie bereikten we misschien meer mensen, maar nog steeds het belang is ook groter om voor te lichten. En het wordt steeds lastiger gemaakt. Wordt steeds overbodiger gemaakt. En niet per se dat gamers geen informatie meer nodig hebben. Want het is inderdaad, denk ik, voor uiteindelijk is het ergens ons werk. Het is ons werk. En dus zullen mensen aannemen dat wij op een bepaalde manier schiften. Van ja. Dit is goed, dit is niet goed. Dat soort dingen. Mensen thuis hebben daar minder ervaring mee. Die zijn wel gamers en die gamen misschien wel meer dan wij, maar die letten op andere dingen. Maar doordat er niet meer inderdaad een beurs is waarop magazineschrijvers, tv-makers en retailers dan wat dan ook vanuit een professionele oogpunt kijken naar wat is dit, waar gaat dit heen, en dat dus of schrijven of een tv-programma maken, en dat is dan inderdaad, weet je, bewijzen van een maand later nadat je er was, staat het pas in de magazines, komt het op tv en dat soort dingen. Ja, dat is totaal irrelevant nu geworden, want nu weet je, mensen hebben de persco gekeken, er zijn misschien wat GameSpot livestreamtjes waarin betaald wordt om het even over die game te hebben met een PR-praatje. Dus je hebt het idee dat je het al lang gezien hebt, zonder dat je daar een vorm van media of pers of kritiek, zeg maar, kritisch oog naar heeft gekeken. Ja. Nee, dat is waar. Je moet ook het materiaal hebben om een oordeel op te vullen. En ik vond dat op de E3 altijd wel lastig. We hadden ook altijd een soort van bekende meme was van it's looking great. Weet je, het ziet er wel goed uit. Dat is het enige wat je erover. Ja. Ik heb zelfs een keer gewoon anderhalf uur een game kunnen spelen. Ik bedoel, het is natuurlijk raar dat je dat doet, want je hebt maar 7 uur op een dag, maar het waren vaak uitgebreide 1-op-1 sessies. En op een gegeven moment werd steeds meer ook voor je gespeeld, als dat zo was. Dat maakt het natuurlijk moeilijker, ook met die patches erbij, om aan te geven, wordt dit een goede game of wordt het niet een goede game? En ik heb dat altijd wel serieus genomen. Ik bedoel, dit was juni, je kon alvast aangeven, ga sparen hiervoor. Ja. En de industrie is daar wel in veranderd. Wat had je liever? Hands-on? Of iemand die het ook daadwerkelijk voor je speelde, zodat je achteruit kon leunen? Voor me spelen vind ik echt verschrikkelijk. Ja? Ik wil het zelf spelen, want ten eerste, dat vertrouw ik het al niet meer, weet je wel, door al de legio aan voorbeelden die we hebben gedaan. Maar ik heb ook wel eens bijvoorbeeld met Kingdom Hearts 3, toen had ik volgens mij 20 minuten speelsessie. Dat was best lang, weet je wel. Voor E3 is dat echt lang, 20 minuten. Maar dat was gewoon midden op de beursvloer. En er staan er 3 mensen je zo aan te kijken. Ja, dat is ook awkward inderdaad. Dat werkt ook helemaal niet. Nou ja, maar precies wat je zegt. Al heb je maar 5 minuten met een game. Als je kan zien hoe technisch de graphics zijn. Je kan zien hoe art direction wise de game is. En wanneer je het dus zelf speelt, dan kan je ook voelen hoe het voelt. Ja. Nou, dan heb je echt wel al iets om een kwartier over te praten. Als je twee keer hebt gespeeld en je bent alle twee enthousiast door de ene en niet. Maar precies wat je zei. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker je kan destilleren wat belangrijk is van een bepaalde game. Dus ik vind wel altijd, Ik heb weinig keren gehad dat zo'n preview sessie uiteindelijk zo ver van de game stond die het daarna is geworden. Want alsnog, als je kijkt naar de cyberpunk dingen die we daar live, dat was niet hands-on, maar hands-off hebben gezien. Als je nu gaat kijken, en het is nog steeds, we zijn wel verder, maar naar wat zo'n missie die we toen hebben gespeeld 2 keer of gezien, nu daadwerkelijk is dat hetzelfde. Alleen het loopt nu. En toen zagen we daar al framerate issues. Hè? Dus toen hebben we ook al gezegd van technisch is je er nog niet. Maar dat is wel zo'n missie. Dus dat is in principe, waren dat niet vals advertisements als zijnde, vals marketing als zijnde. Het is vals advertising door te doen alsof de hele game zo is. Nee, maar alsof de hele game zo is. Ja. En die missie, die zit erin. Maar het is letterlijk één van die 2 missies. Ja. Weet je wel? En de rest zijn wat meer recht aan. Het draaide ook op een PC. En dat was niet wat je op een console. Maar goed, maar dat is logisch. Je gaat daar niet naar de beurs. Een game die je voor max level PC's doet. En misschien ook naar de oude gen. Gewoon, die wil je maximum showcase. Ja, en toch, die ga je niet op een PlayStation 4 spelen. In de PlayStation 2 tijdperk speelde je gewoon echte games. Als die op de PlayStation 3 en de PlayStation 2 stonden, die er allebei. Ja. Het is gewoon. Klopt. Belangen zijn gewoon veel te groot geworden, weet je. Die games zijn zo duur geworden dat ze steeds minder mogelijk. En dat maakt het wel jammer, inderdaad. Kijk, het stomme is, wanneer je daar bent, of eigenlijk als ik er nu over praat, heb ik zoiets van, ja, de E3 was al lang dood, joh, weet je. Dat is een soort van, we worden inderdaad daar gewoon een beetje genept. We zijn er eigenlijk alleen maar om palmbomen te zien en onszelf kapot te zuipen. En dat is namelijk de charme die GameKings nog meegeeft aan die content. Nee, maar dat gevoel, ik denk dat dat wel essentieel is. Van, wij
hadden dat gevoel niet dat de E3 dood was. Het E3 was het grootste wat er was. Ja, maar sterk nog, stel, als ik er nu in hindsight over praat, heb ik van ja, het was inderdaad de laatste. Weet je, wij hebben altijd het eigenlijk heel kut meegemaakt dat we gewoon altijd werden voorgelogen. Maar als je daar bent, voel je dat niet. En dan zit je in een hele andere vibe. Nee, dat weet ik. Maar ook qua beurs, de magnitude van de beurs zelf, denk ik inderdaad dat Daan en Koos op een gegeven moment die beurs hebben zien wegglijden. Ja. Ja, maar... En jij kan het helemaal perfect bij hebben gemaakt. Want jij hebt het hoogtepunt heb jij meegemaakt. En vanaf dat moment is het langzamerhand steeds minder geworden. En nogmaals, het is natuurlijk niet alleen maar op konto van de beurs zelf. Het is gewoon hoe de wereld is veranderd. Zeker, absoluut. En dat maakt het apart. De feesten wil ik het ook nog even over hebben. Want dat is natuurlijk gewoon eigenlijk een van de meest essentiële onderdelen van de E3. Ook leuk. Ja, zeker. Dat was ook een ding altijd. Dennis heeft het gedaan. Ik heb dat gedaan. Dat was het feesten regelen, kaarten regelen, tickets, admissions. Ja, oh ja. Dat lukte. Jij hebt er nog echt veel goede feesten meegemaakt. Heb je ook het feest met Activision? Was dat met Dennis en zo, met Paris Hilton, dat soort dingen? Dat was ook zo. Nou, ik echt... heb wel eens Paris Hilton gezien. Inderdaad, dat ze bij was. Volgens mij was het Sony, maar het kan hetzelfde jaar. Ja, dat zijn, volgens mij was dat Dennis dat zijn drankje, dat hij een drankje aan Dennis vroeg en dat hij ook een beetje dronken bij de hand deed. Nee, dat was weer een ander verhaal. Dat was de PlayStation 3 release party en toen stond ik aan de bar met Dennis. Ja. Hij heeft het twee keer gedaan, misschien zelfs. Maar toen stond ik aan de bar en toen kwam Vrouwtje de Bot eventjes met Dennis praten. Oh, ja. Nou ja, dat doe je niet zomaar. Toen zei ze op een gegeven moment: wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ze kwam gewoon, ze zei van, ik sta bier te drinken aan de bar. Ja. En dan ging hij gewoon weer verder met mij praten. Dus hij herkende altijd niemand, afgezien van wat hij volgde. Nou, met hij was letterlijk daar gewoon bier drinken aan de bar. En dan hoeft er geen Vrouwtje de Bot tussen te komen, want hij is daar voor de bier. Hij is daar voor het bier. Ik probeer natuurlijk ook voor jullie altijd nog wat te regelen, maar het was gewoon bijna niks. Jullie moesten op een gegeven moment ook het feestgedruis zelf opzoeken. Kijken, is er ergens wat in de stad? Kunnen we naar een leuke kroeg gaan? Weet ik veel. Een van de feestjes die er nog wel was, was de Bethesda. Nou, daar hebben we nog wat beeld van. Maar als je dat kijkt, Jelle, jij bent hier geweest en jij bent... Ja, dit was niet veel anders. Dit is, het gebeurt meestal buiten. Maar dit was bijvoorbeeld vroeg, hè? Dit was niet tot 12 uur, want langer duurde het nooit in L.A. Nee, omdat zij hebben... dit was wel na al de grote feestjes-hype van vroeger, toen er ook nog heel veel budget was. Dit duurde denk ik tot 12 uur of zo. Een nadeel van dronken is dat je altijd het idee hebt dat je harder moet praten in de microfoon. Ja. Maar het was meer, omdat de muziek staat ook hard, hè, dus dan ga je dat automatisch ook doen. Nee, maar zij hebben natuurlijk echt ergens bedacht, en dat vond ik een grappige zet, soort van laten we een beetje dat gevoel van die oude feestjes terugbrengen. Want vroeger was het de Tesla Party, dus zeiden ze van laten we dit terugbrengen, maar laten we het combineren met onze persconferentie. En dat hebben ze dus 2 of 3 keer gedaan. En dat is wel spot on, want er waren weinig andere grote feestjes. Zeker. Oh, deze bar. Op een gegeven moment waren er ook wel... die liet je toch eens liggen? Gemirigeerd. Ja, masker ook, maar... Dit masker wat je op je hoofd hebt. Die van mij weet ik veel. Maar ik bedoel, ik heb een Fallout masker nog, maar die ziet er veel minder vet uit dan deze. Oh, ja. Deze ziet er vrij gedetailleerd uit. Maar op een gegeven moment ging het dus... toen op een gegeven moment dus de E3 even weg was, een paar jaar, en toen weer terugkwam, toen zijn die feestjes een beetje van de grote publishers zijn niet meer teruggekomen. Nee. Maar toen zijn er wel andere dingen terug, die zijn ervoor in de plaats gekomen. We hebben wel eens, en dan zie je ook dus dat de invites via andere kanalen komen. Ik loop niet eens meer recht, zie je dat? Maar ben je de gitarist van een willekeurig Engels grunge bandje? Ja, of een LA-band natuurlijk. Ja, vooral dit feestje, dat begon eigenlijk een beetje mineur. Want we hadden hiervoor hadden we ons natuurlijk aangemeld. Jullie konden naar binnen. Ja, we moesten op een bepaalde tijd daar zijn. Nee, we waren niet eens te laat. Te laat om de zaal in te gaan. Ja, dat was het. Maar dat stond niet op de invite. Dat was juist het hele ding. We waren op tijd binnen. Werken persconferentie. Het was ook een persconferentie namelijk. Ja. Dus zo werken persconferentie. Maar we waren echt 30 minuten van tevoren voordat überhaupt die presentatie begon. Hoor. Ja, en wij kwamen ook regelrecht uit een andere. Dus daar ging het ook helemaal niet om. Maar er waren al mensen die stonden gewoon... Weet je, sommige mensen die gaan niet naar elke persconferentie. Dus die staan hier gewoon 2 uur van tevoren al te wachten. En die zaten allemaal in de zaal. Ja, kijk. Ja. En je ziet hier gelijk de tenten erachter. En wij moesten dus op dit televisiescherm, wat je hier achter Jelle ziet... daar zaten wij de persconferentie. Hetzelfde als jullie, alleen het was achter de deur begonnen. Dus je hoorde het door de deur heen, hoorde je de gekte. Ja. En voor de rest was het slechter dan jullie ervaring. Behalve bij ons was gratis drank. Dus het is wat ik ook altijd opvallend vond en vind nog steeds. Bedoel, als je ziet daar
echt fucking 1500 journalisten lopen. Niemand maakt content, hè? Jullie waren een van de weinigen die gewoon probeerden daar vroeger, gewoon half dronken een review, whatever, weet je. Ja, maar vroeger de GameKings ging ook gewoon, als ze de beurs wegreden, dan ging de camera uit. Ja. Ging die in het ding. Is heel af en toe, weet je, op een trip in Korea hebben ze als Eye of the Tiger zitten zingen. Ja. Maar meestal was er geen avondcontent. Maar wij op een gegeven moment, ja, dat is zo gewoon gegroeid. Een soort van, godverdomme, hier is ook leuke content, zonder om het niet op te nemen. Maar dit is wat gamers thuis van, fuck, als ik daar ooit bij zou kunnen zijn. Dus dat wil je juist laten zien. En natuurlijk is het relaxter als je niks hoeft te doen, want dan kan je lekker helemaal doorzuipen en ouwe hoeren. Maar dat is altijd GameKings geweest. Van wij zijn daar gewoon om dat wat daar gebeurt eigenlijk voor de mensen thuis op de buis te brengen. Ja. Daar ga je zelf helemaal een stuk, maar dat maakt niet uit. En dat vind ik het leuke aan GameKings. En dit viel mij elke keer op, s'avonds op die feesten. Niemand maakte daar content van. Er gebeurt nog steeds weinig. Streamers streamen wel. Dus de new school media creators, de creators, die doen dat wel wat meer. Want die hebben ook zoiets. Maar die scheiden ze ook tegenwoordig steeds vaker. Voor influencers hun eigen... Klopt. Die hebben ook niet de persconferentie of zo. Die hebben alleen een party, bewijs van. Ja. En wij hebben een persconferentie waar ook heel veel andere journalisten bij zitten, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nee, ook dat verandert inderdaad. Wie waarheen gaat. Op een gegeven moment heeft Ubisoft wel eens... stonden ze nog op de beurs voor business. En hadden ze dat losstaande ding. Hadden ze, en daar kwamen alleen maar de influencers langs. Ja, die hadden altijd een iets mooiere ruimte altijd. Want ja, die moesten natuurlijk zichzelf filmen. Dat nou, en maar, ja. Wij ook. Alleen vroeger was dat inderdaad was dat anders. Toen had je zoiets van... Nee, maar de mediapartijen die filmen ook maar gewoon op de beursvloer... waar de rest van de business is. En nu heb je losse creator spaces. Dit is ook wel tekenend, want ik ga het zo een beetje afronden, dat hoe vaker we naar de E3 gingen, hoe op een gegeven moment hadden we ook door van, die persconferenties zijn fucking breed. Die feesten zijn, er zitten vaak leuke content, dus op de beurs heb je een aantal dingen die je wilt zien, maar op een gegeven moment wist je ook van, je kan niet veel spelen. De meeste persconferenties, die dingen die je daar ziet behind closed doors, zijn ook niet echt heel interessant, want ja, maar Game X, die jij vet vindt, die wil jij heel graag zien. Dat weten ze dons goed. Dan zeggen ze, Ubisoft deed het altijd en een paar andere. Dan moet je die andere 7 ook kijken. En dan hoe lang duurt dat dan? Ja, 2,5 uur. Dude, ik wil alleen maar de rest ook zien. Ja, ja, precies. We gingen ook steeds meer eromheen doen. Dus... Ja, maar dat hebben we altijd gedaan. Ja, nee, vroeger gingen ze naar New York om alleen maar even een shot te maken. De eerste jaar was het echt alleen maar E3. En op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, oké, we moeten er meer. Met Dennis gingen we altijd de auto dingen. En dat, precies. Toen is het meer daar ook omheen gegaan, om die lifestyle. Ook omdat die beurs op een gegeven moment ook gewoon... Ja, en omdat LA voor meer dingen vet is dan die beurs. Ja, en wij zijn GameKings juist daarom. En dat vind ik vooral het stomme. Dat als er een E3 is, jij zegt al, op die feestjes staan er nog steeds mensen te filmen, weinig mensen te filmen, dat klopt dus. En wanneer er alsnog mensen daarheen gaan, dan zullen ze hier en daar even een shotje maken van de peer, zodat ze B-roll hebben en wat dan ook. Ja. Maar er is geen partij ter wereld bijna die inderdaad daarheen gaat en meer verslaat dan alleen de E3. Nee. Dat is zo weird. Maar misschien omdat ze de hele avond aan het discussiëren zijn of dat die bepaalde RPG-game, dat nou ook helemaal goed in elkaar staat. Zeker weten. Ze blijven natuurlijk rasnerds. En wij zijn ook rasnerds, maar op een net andere, met een net andere insteek of instelling. Maar het is zo vreemd inderdaad dat als je daar ziet dat er heel weinig andere partijen ook eventjes naar een arcade gaan. Of ook eventjes... ze hebben zoiets van, ja, maar we zijn hier toch voor de E3. Dus dan gaan we naar de E3 en daarna gaan we weer naar huis. Ja. Of iets dergelijks, weet je, wat ze denken. Heel apart, ja. Ja. Volgend jaar schijnt de E3... er weer te komen. Ik zeg ook bewust schijnt, omdat de ESA wil het organiseren, maar als de publishers niet meedoen, dan is er gewoon helemaal niks. Ze willen alles, maar die publishers, de helft is al weggelopen. Want die hebben al hun eigen dingen in Los Angeles. Dat heeft niks met de E3 te maken. Nee, maar ik bedoel, dat heeft niks met de ESA te maken. Nee. Stel nou dat... Nee, maar Jeff Keighley gaat natuurlijk ook Summer Games Fest live aanwezig doen, zegt hij. Dus nu wordt het uiteindelijk echt een keer de LA Games Week. Dus hopelijk condenseren ze het alsnog in een week. Wil je dan nu al van, stuur me er maar weer heen? Ja, in principe wel. Behalve, ik ben wel een beetje natuurlijk huiverig voor... Want stel nou dat niet alle het feestgedruis... Want er zijn een paar dingen die het echt de moeite waard maken. Afgezien van... Ik denk oprecht wel, als er volgend jaar een E3 is... En even los van de uitgevers en zo... Maar de persconferenties vooral en ook de feesten achteraf. Ik denk dat die groter gaan zijn dan de afgelopen 3 keer, simpelweg. Ja, dat denk ik mensen, niet. Ja, ik merk het ook op een festival waar gewoon festivaletjes waar ik naartoe ging... naartoe gaan en gewoon überhaupt mensen buiten. Ze hebben 2 jaar op slot gezeten. 2 jaar zijn de festivals groter gedaan. Nee, de mensen hebben meer zin. Ja, en ik denk dat je dat ook wel in maar heb je nu de misschien uiting, ook gaat zien. Deze keer, ondanks dat het grote kans dat het gaat tegenvallen, dat je juist weer meer zin hebt, weer
weer even dat oude gevoel op te zoeken. Ja, juist, ja. Maar en ik misschien denk dus als dat het juist, misschien, ik ben er een beetje huiverig voor dat het gewoon tegen gaat vallen. Okay. En Amerika wordt natuurlijk steeds kutter, hè? Weet je, ja, van, volgens mij, als je nu kijkt, overal zijn nu tentenkampen. Ja. En dat soort dingen. En het is helemaal niet dat ik natuurlijk iets heb tegen dakloze mensen. Maar de sfeer Venice Beach is verandert. Niet meer wat het is, nee. Nee, maar Venice Beach niet meer. Dan zijn er heel veel andere plekken waar het ook natuurlijk gaande is. En dus ja, ik weet het nog niet helemaal, zeg maar. Het ligt een beetje aan wat er gaat gebeuren. Maar het kan meevallen, het kan tegenvallen. Ja, het is moeilijk. Ik denk echt dat het groter gaat zijn dan voorheen. En vooral ook inderdaad omdat Summer Game Fest erbij is. Weet je wel, die wil daar de show ook stelen. Dus dan gaan ze met iets hards komen. Ja, maar de show stelen is tegenwoordig online. Dat is met 3 dagen streamen met 1 grote show. Mm. En niet meer met soort van, hier heb je strippers. Of hier heb je, weet ik veel, al zijn het alien strippers. Het zullen geen strippers meer zijn. Nee, het zullen niet meer raunchy dingen zijn. Maar daarom ook parties. Harde parties. Ik weet niet of dat nog past in de correcte games industrie these days. Ja, goed. Weet niet. Als wij er geen zin meer hebben, kunnen we altijd nog Yui en Shanna sturen. Die hebben het nog nooit meegemaakt. Die gaan er sowieso met Drive heen. Ik weet niet of de oude gloriedagen, die gaan nooit meer terugkomen, denk ik. Maar ik denk wel dat het ik geloof ook wel Boris totaal niet. Skate had ook zijn twijfels. Ik geloof nog wel dat er volgend jaar een revival gaat komen. Ik ook. Ja, ik weet zeker dat er een week gaat zijn. Want met de industrie moet wel. ESA's E3, maar ook Summer Games Fest en ook veel losse persconferenties. Of je EA Play. Inderdaad, weet je, sommige hotels, dan zou je misschien andere publishers kunnen spelen. Dus er gaat volgend jaar zeker wel iets gebeuren waar we weer genoeg van kunnen laten zien. Okay. Maar nou, laten we hopen dat die corona-ellende met de, of wel of niet mondkapjes of vaccinaties, dat die ellende dan ook voorbij is, zodat we allemaal, wie dan ook, lekker daar naartoe kunnen vliegen. Dat was hem dan, beetje weer een terugblik op de historie van de E3. Bedoel, we hebben zoveel footage. We kunnen er sowieso nog wel 6 jaar mee doorgaan. Ja, we hebben hier wat laten zien. Maar je kan inderdaad ook gewoon opzoeken natuurlijk. Je kan maar het gaat om de verhalen. Ik bedoel, op een gegeven moment, ik hoop dat er gewoon weer een nieuwe E3 komt. Want dan hoeven we niet steeds die oude verhalen te vertellen. Precies. Maar ja, nog steeds veel mensen die het toch wel weer leuk blijven vinden. Om die oude memories op te halen. Goed. Dat was hem eigenlijk.